Even, heel even, denk je dat er een echte boom is geland hier op het Vanelle-terrein waar Art Rotterdam plaatsvindt. Maar als je doorloopt, vindt de echte transformatie pas plaats. Dan zie je dat deze boom van Anne de Vries uit een hele andere werkelijkheid lijkt te zijn gekomen. De wereld van tekenfilms, van Jungle Book, van Alice in Wonderland. Maar kijk je nog verder, dan zie je ineens dat die boom zich helemaal niet zo aangenaam tot jou verhoudt. Hij is agressief, hij is kwaad, hij steekt zijn middelvinger op. Wat heeft die boom tegen mij? Waarom is hij zo kwaad? En wat wil die dat ik ga doen? Nou, dat is natuurlijk een perfecte metafoor voor wat hier op een kunstbeurs plaatsvindt. Elke keer word je per kunstwerk, per stand, naar een andere wereld getransporteerd. En dat is ook precies wat Anne de Vries telkens met zijn werk doet. Internet, de natuur, de werkelijkheid, hij mengt ze allemaal tot elkaar tot een hele ongemakkelijke cocktail. En dat is precies wat kunst altijd mag doen. Wat ik zo goed vind aan Koen Tazelaar is dat hij voortdurend probeert overal tussendoor te glippen. Hij werd bekend als tekenaar, met grote, doorwerkte tekeningen. Maar nu op Art Rotterdam toont hij alleen maar beelden en schilderijen. Die beelden zijn eigenlijk een soort anti-beelden. Het zijn eerder grote, enorme kleidrollen die hij presenteert op gekleurde sokkels. En die schilderijen die glippen ook overal tussendoor. Kijk maar. Aan de ene kant zijn ze heel erg plat, stripachtig, graffiti-achtig. Maar tegelijkertijd lijken ze ook een beetje naar voren te komen. Alsof ze een raster creëren waar je naar binnen kunt stappen. Tazelaar lijkt alles zoveel mogelijk te willen laten trillen en in beweging zetten. Alle tegenstellingen blijven maar naar voren komen. Net zolang tot je er als toeschouwer horendol en hartstikke duizelig van wordt. Maar dat lijkt me nou precies Tazelaars bedoeling. Sam Samieh werd geboren en groeide op in het islamitische Teheran en ging uiteindelijk studeren in Enschede. Niet zo vreemd dus dat hij altijd gefascineerd is door het overbruggen van de verschillen tussen culturen. Dat hij op zoek wilde gaan naar iets universeels wat mensen verbindt. Hoe hij dat doet kun je mooi zien in die twee schilderijen hier achter me. Die twee aspecten van zijn oeuvre heel mooi raken. De ene gaat over abstractie. Samieh is ervan overtuigd dat abstractie de enige manier is om de verschillen tussen culturen te overbruggen. En dat probeert hij hier te laten zien. Een schilderij waar je moeilijk grip op krijgt, maar dat uiteindelijk hele elementaire dingen verbeeldt. Namelijk een vis en een vogel. Het doek aan die kant is een hele andere koek. Dat gaat over de kruisiging. Dat is een verhaal dat in heel veel culturen, heel veel geloven opduikt. Maar Samieh heeft geprobeerd het universeel te maken door Jezus Christus eruit weg te laten. En hem te vervangen door een vijgenblad. Een vijgenblad is aan de ene kant het symbool van schaamte, van dingen verbergen. Maar aan de andere kant is het ook het symbool van weelde. En juist door dat in het centrum van het doek af te beelden, op een plek die heel nadrukkelijk Golgotha is, let maar op de schedels, hoopt hij toch al die geloven, al die ideeën over de wereld in één universeel beeld met elkaar te verbinden. Geweldig bevrijdend vind ik het idee dat je als kunstenaar, maar ook als toeschouwer, alles wat je om je heen ziet, de hele werkelijkheid, een totaal andere betekenis zou kunnen geven. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is precies wat Lore Provoost, voormalig Turner Prize winnares, doet in haar film Did Learn. Everybody knows, even Buddha. What does this mean? And this? In die film krijgt alles een andere betekenis. Een houten paaltje bijvoorbeeld waar ze met een hamer een klap op geeft? Nee. Een dikke groene salamander? Ja. En jij met een oud metalen kopje dat een beetje rammelt op tafel? Die nieuwe taal is niet altijd even begrijpelijk, maar werkt wel enorm bevrijdend. Plotseling kun je allerlei dingen met elkaar in verband brengen waar je van tevoren nooit aan had gedacht. En dat met zoveel humor en zoveel kracht gebracht is precies wat Provoost zo goed maakt. Het werk van Marcel van Ede is gebaseerd op één groots, alomvattend idee. Al vanaf het begin van zijn carrière maakte hij alleen maar tekeningen, maar foto's, afbeeldingen die zijn gemaakt voor 22 november 1965, zijn eigen geboortedag. Dat geeft zijn werk soms iets nostalgisch, maar ook iets heel erg krachtigs. Van Ede probeert als het ware met zijn tekenpotlood zijn tentakels uit te slaan naar de tijd dat hij er zelf nog niet was. Nou, dat zie je heel mooi in de tekeningen bij maar liefst 3 galeries op deze aflevering van Art Rotterdam te zien zullen zijn.
De linker gaat over spiritisme in Den Haag. Dus mensen die als het ware proberen grip te krijgen op het hogere. Terwijl je tegelijkertijd zeker weet dat dat er niet echt in zit. En de rechter, die zijn gebaseerd op het werk van Dylan Thomas. Of beter, diens leven. Want de dichter dronk zich aan het einde van zijn leven dood. En dit zijn volgens Van Ede de visioenen die hij zelf moet hebben doorgemaakt. Dat laat precies zien wat zijn werk zo mooi maakt. Hij kan er nooit grip op krijgen, maar het feit dat hij het probeert maakt zijn werk oneindig aantrekkelijk. Bas van der Hurk maakt schilderijen die nooit helemaal af lijken te zijn. Kijk maar naar dit kleine doekje hier. Het is alsof je de schilder nog steeds aan het werk ziet. Of je hem ziet zoeken naar zijn toetsen. Of hij zijn best doet om de uiterste levendigheid te bewaren. Maar tegelijkertijd een werk wil maken dat zo krachtig mogelijk is als hij maar kan. Zijn schilderijen hebben vaak wel iets van personages. En dat heeft alles te maken met dat hij zich heel erg verhoudt tot mode. Van der Hurk maakt installaties met kledingstukken. En dit werk is gemaakt van hele zachte, dunne zijde, waarop hij onder meer make-up heeft aangebracht. Daarmee worden die doeken ook een soort mensen. Eigenlijk vind ik het verbazingwekkend dat met dit prachtige, krachtige werk Van der Hurk altijd zo onbekend is gebleven. Hij is een Nederlandse schilder, maar zou best wat meer erkenning verdienen. Bij deze dus. Natuurlijk, elke kunstenaar bouwt met zijn oeuvre aan een eigen wereld. Een eigen universum waar zijn of haar eigen regels, vormen en wetten gelden. Maar er is niemand voor wie dat zo sterk geldt als voor Charles Avery. Avery werkt al sinds 2004 aan een heel eigen universum dat hij The Island heeft genoemd. En waarin hij bepaalt hoe alles eruit ziet. Dat zie je mooi in deze tekening, een straatbeeld van Onomatopoeia, de hoofdstad. Het lijkt wel een beetje op de wereld van ons, maar er zijn rare afwijkingen. Kijk bijvoorbeeld op die vreemde hond daar, die aap of dat roze hoofddeksel van die vrouw. We zien dat dingen op elkaar lijken, maar je snapt ook dat je op het verkeerde been wordt gezet. Dat je geacht wordt op een andere manier te kijken. Maar wat nog spannender is, is dat Avery allerlei objecten uit die wereld naar de onze heeft gehaald. En dan komt zijn wereld wel heel dichtbij. Neem deze klassiek onomatopoeiaanse kookpan, waar een glazen paling in ligt. Iets wat heel normaal is voor die mensen daar, maar voor ons vreemd. En als je deze vasthoudt, komt die wereld ineens heel verrassend en confronterend dichtbij. Het is een hele wonderlijke sensatie om hier zo te zitten in deze beeldengroep van Sander Breuren en Witte van Hulzen. Precies alsof ik de scheidslijn van beeldende kunst in werkelijkheid ben beland. Natuurlijk, het is overduidelijk dat het beeldende kunst is. Kijk naar de klei, kijk naar de constructies. Maar tegelijk staan die stoelen hier zo natuurlijk in de architectuur dat het lijkt of ze hier eigenlijk heel goed zouden passen. Nou, precies die spanning zoeken Breuren van Hulzen altijd op in hun werk. Deze zomer nog deden ze in Hoogkaterijnen in Utrecht een bijzondere performance, waarbij dansers heel exact de handelingen, de motoriek van passanten nadeden, waardoor die helemaal in de war raakten. Hoorden ze er nou bij of werden ze bespeeld? Nou, exact het omgekeerde doen Breuren en Van Hulzen in deze installatie. Ik ben onderdeel van de beeldende kunstwereld geworden. Maar wat is daar precies mijn plek? Hoe verhoud ik me tot deze koppen, tot deze beelden die heel nadrukkelijk ook een rol hebben in de kunstgeschiedenis? Wat moet ik met de beelden van Giacometti, de hinten naar Thomas Schütte, die Breuren en Van Hulzen heel nadrukkelijk oproepen? Nou, dat is natuurlijk exact de kracht van dit werk. Ik word geprikkeld om na te denken over wat ik hier doe, hoe ik functioneer en wat ik eigenlijk normaal in het leven ben. Precies wat beeldende kunst, goede beeldende kunst, altijd doet.